Bonaire, bijzondere gemeente van Nederland, staat vol met dit soort bushokjes. Maar de bus zelf die komt niet, want er is geen openbaar vervoer. Zonder auto ben je afhankelijk van een lift, vaak tegen betaling. Nederland geeft nu geld om een openbare buslijn op te zetten. En daar kijken veel mensen reikhalzend naar uit. Bushokjes genoeg in alle soorten en maten. Maar openbaar vervoer is er niet. Wie 's ochtends op het werk wil komen is aangewezen op eigen vervoer. En wie dat niet heeft en toch in de stad moet zijn voor boodschappen, moet wachten op een lift. De twee zusjes Cecilia wonen buiten de stad en moeten voor werk, boodschappen of doktersbezoek naar Playa, zoals Kralendijk hier heet. Al 30 jaar lang leveren zij een strijd om op de plek van bestemming aan te komen. Er zijn dagen geweest dat ik huilen bij die bushalte van Playa sta, want ik zie dat het donker wordt en ik ben bang, want ik weet niet wie me de lift gaat geven. Ik zeg, ik ga niet met die persoon, want ik weet niet wie is. Ik moet thuis komen om te eten, om het te wassen. Geen auto op Bonaire betekent clandestien vervoer, want voor elke lift moet je betalen. Particuliere bedrijfjes met vervoersvergunning zijn alleen daar waar er geld valt te verdienen. Dat is correct, het gaat om geld. Ik heb een zaak, ik heb een business, ik heb investeringen, ik heb mensen in dienst, ik moet huur betalen, dus het is puur zakelijk voor mij. En daarom denk ik dat het gouvernement moet, het is verplicht, moet dit regelen van mensen betalen belasting. Mensen hebben die behoefte nodig om getransporteerd te worden van A naar B. De kans dat deze meneer of ik vandaag wordt meegenomen is klein hier in Rincon. Een simpele busdienst die ieder uur naar Kralendijk zou uitkomst bieden. En dat wordt misschien mogelijk nu Nederland geld heeft toegezegd in het kader van de armoedebestrijding. Eerdere initiatieven strandden telkens omdat de vervoerssector nieuwe diensten steeds als concurrentie zag. Maar aan Orlando Francisca zal het niet liggen. Ja, we hebben bussen genoeg. We kunnen zelf morgen beginnen als het moet. We kunnen zelf die 1946 pick-up inschakelen. Ja, Nederland heeft €700.000 toegezegd om het openbaar vervoer op Bonaire op gang te krijgen. Het is in 20...